Dus Nederland is goed op deze afstand. Niet voor niets zijn we wereldrecordhouder. Wie weet wat we kunnen. Op baan 5, Nederland. Mark Veens, daar gaat hij staan. En weg zijn we. Ja, en dan is het knallen natuurlijk, hè. Mark Veens gaat heel hard weg op baan 5. Ja, hij ligt aan de kop, dacht ik zo te zien. Dan die onderwaterbeweging. Ja, kijk eens eventjes wat ze heel hard weggaan. Wat die mooie lange halen. Het zijn de Zweden die een klein beetje achterblijven met Piel. En daar tikt Nederland aan. Nee, het is Nederland niet. Het is Groot-Brittannië met Foster. 21-42. Maar Nederland ligt er maar 600ste achter. Dus dat betekent 21-48, dacht ik, voor Mark Veens. Nou, u moet me dat even vergeven. Het is nog maar officieus. En dan ligt voor Nederland in het water Mitja Sastrov. De lange Nederlander, Duitser. Maar hij doet het prima. We gaan erg goed. Spanje aan kop. Nederland 2200ste erachter. Dat betekent 42-96 voor Nederland. Ja, wat wordt het dan? Kunnen we daarbij blijven? Je mag niets verliezen. Je mag absoluut niet verliezen voor Nederland. Gijs Damen. Maar kijk eens eventjes boven in beeld op baan 6. Dat is Frankrijk met Bernard die in de kop gaat. Nederland naar een vierde plaats. En wat kan dan Johan Kenkhuis in die laatste alles of niets 50 meter. Brons op de 50 individueel. Johan Kenkhuis, hij doet het geweldig. Hij gaat naar voren. Maar zal hij genoeg tempo kunnen maken in die laatste meters? Het wereldrecord 25-55, 25-03. Nederland 1, nieuw wereldrecord. En dan moet er natuurlijk goed zijn overgenomen. Ja, die Johan Kenkhuis heeft het heel mooi gedaan. We lagen in een vierde positie na onze derde zwemmer. 25-03. Dat zou, als het officieel wordt... Ja, ik vind het altijd maar eng hoor om direct al te juichen. Ik doe het dan natuurlijk wel. Kijk eens hoe dolblij die zwemmers zijn. Natuurlijk. Dat zou toch 5200ste onder het wereldrecord zijn. Nou, op deze afstand. Dat is toch ongekend, zeg. Met beelden van de Nederlanders daar. En dat zou betekenen Mark Veens, Mitja Sastrov, Gijs Damen en Johan Kenkhuis. Dat ze de gouden medaille pakken. Wederom goud voor Nederland. De vijfde gouden medaille. Want wat is die Kenkhuis goed weggegaan. En prima zwemmend. We hebben van hem gelezen. Natuurlijk, ze kijken direct om. Want dan kijken ze naar het scorebord en dan weten ze hoe en wat. Hij traint eenmaal per dag in het water, maar doet heel veel aan zijn krachttraining. Maar laat de jeugd dit niet overnemen, want laten we niet vergeten, hij kan al zwemmen. Hij heeft jarenlang technisch goed gezwommen. En hier is hij aan het... Ja hoor, het is officieel. 25-0. Frankrijk tweede, 25-40. De Britten brons met 25-85.